Vijf ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het idee achter dit programma. Met in deze aflevering Ivo Stout. Ivo, van harte welkom. Dank je wel. Ja, ik heb het bewust maar kort gehouden, deze introductie. Want hoe zou je jezelf willen introduceren? Muzikant, ondernemer, horlogemaker? In het begin kwam ik altijd bij de juweliers met een pitch. Die was heel simpel. Die duurde maar 10 seconden. Nog minder eigenlijk. Ik ben Ivo, kom uit Hengelo, speel accordeon en ik maak horloges. Dat was hem. Ja. Maar er zit wel een verhaal achter. Ja, ja. Ja, want het is begonnen met accordeon, toch? Eerst? Ja. Die was er eerst. Ja, mijn moeder zei altijd dat Ivo wilde al accordeon spelen voordat hij het woord kon uitspreken. Ja. En ik kan me eigenlijk alleen maar heugen dat ik me heel mijn leven lang dat ding, daar wilde ik meester op wilde worden, zeg maar. Ik wilde daar... Hoe kende je dat ding? Was hij al in huis? Geen idee. Nee? Ik weet het echt niet. Het enige, de eerste herinnering die ik heb was van een accordeonorkest. Ja. En dat ik daar... Vroeger vond ik dat lastig om stil te zitten. Mm. En tijdens dat concert kon ik anderhalf uur lang stilzitten. En ik denk dat mijn moeder toen ook dacht van, ik heb het gevonden. De oplossing voor heel veel problemen. Ja. En je hebt heel wat tijd gespendeerd aan het leren beheersen van dat apparaat. Ja. Tot in de leerschool bij een grote meester, toch? Ja. Ja. Maar uiteindelijk is dat toch niet geworden. Nee, ja, ik heb klassieke muziek gestudeerd aan het conservatorium in Italië. Ja. En bij Claudio. En Claudio was mijn held. Dat was echt iemand die ik, zoals ik wilde worden eigenlijk. Ja. Maar dat bleek toch niet helemaal, op zijn plek te vallen. En ik werd in Italië, misschien gek, ik was niet gelukkig. Dat resulteerde dat ik me eenzaam voelde. Mm. En dan kun je een paar dingen doen. Dan kun je mooi accordeon gaan spelen. Kun je nog meer gaan focussen op je instrument. Nee, maar ik bedoel, dat is het prachtig geluid. Ja, ja. Dat past bij eenzaamheid. Ja, maar als je dat... Ja, op zich heb je daar wel... Ja. Maar ja, voor mezelf, ik verbloemde het. Hmm. En ik verbloemde het in bezigheden. Het moment dat je ergens mee bezig bent, dan hoef je niet zozeer bij je gevoel te komen. Want ja, je kunt je focussen op hetgeen wat je aan het doen bent. Ja, ja. En zo ben ik mijn eigen uurwerkjes uit elkaar gaan slopen en in elkaar gaan zetten. Ja. En langzaam mijn eigen visie gekregen over hoe mijn perfecte horloge eruit zou moeten zien. Wat aardig gelukt is inmiddels, volgens mij. Dankjewel. We gaan naar jouw lessen luisteren om het verhaal compleet te maken. Laten we met één les beginnen. Master your mindset. Ja. Leg uit. Ja, weet je, alles begint daar. Een leuk voorbeeld is nu vandaag al, een half uurtje geleden, heb ik met jullie charmante visagiste en redactrice gezeten. En die zeiden al, maar hoe doe je dat dan, zo'n horloge maken? Dat kan toch niet? Ik kan het toch niet voorstellen? En toen zei ik van ja, ik heb me dat zelf geleerd. En ik kon ze daar geen voorstelling bij maken. En dat kon ik natuurlijk ook niet. Maar het begint al bij het zeggen tegen jezelf, waar willen ze zijn weg? En ik denk dat alles in dit leven, tot een bepaalde hoogte, valt te leren. En als jij tegen jezelf zegt dat iets moeilijk is, ja, van tevoren al. Ja, maar dat is toch hartstikke moeilijk. Dat lukt me toch niet. Dat lukt me toch niet. Ja, daar moet je ook niet aan beginnen. Dus het gaat om deze jongen? Nee, mijn methode altijd is geweest, ja, dat kan ik. Mm. En totdat ik erachter kwam dat het er wel iets meer voet in de aarde had. Mm. En, maar dan is het consistency, dan is het doorzetten. Ben jij bereid om ervoor te laten wat je ervoor laten moet? Mm-hmm. Zelfdiscipline, mm-hmm. Visualisatie. Visualisatie is voor mij eigenlijk een van de redenen dat ik nu een horlogemerk heb. Omdat ik nu, maar ook in het begin heb ik gezien waar ik nu ben. En dat klinkt een beetje als ik zo van ziener ben. Dat is niet zo. Nee, het is gewoon visualiseren. Het visualiseren als een mantra, als een affirmatie. Herhalen en herhalen en herhalen. Ik heb naast mijn bed een doelenbord staan. Waar ik letterlijk heb gevisualiseerd, of in beeld of in woord. Wat ik wil voor mezelf persoonlijk. Als privé, als mens, spiritueel, zakelijk. Met mijn vriendin, alles. En onbewust komt dat terug in je leven. En ik geloof dat je alles wat je uitstraalt, krijg je terug. Hoe oud ben je? 27. Hm. Daar kan ik niks aan doen. Nee, want het klinkt bijna... Ik wil niet zeggen, dat bedoel ik met respect. Het klinkt bijna als bijna een oude ziel. Nou ja, weet ik niet. Kijk, ik had voor vandaag best wel wat moeite. En waarom? Omdat het heet natuurlijk ondernemerslessen. Ja. En ik vind prediken moeilijk. Omdat ik niet zo eens ben met het prediken. Want dat zou eigenlijk impliceren dat ik weet hoe het zit. Ja. Ja, ik weet niet hoe het zit. Ik heb eigenlijk zelf alleen maar vragen. ja. Maar ik denk wel veel na. Ik heb denk ik wel het een en ander in mijn korte leventje op voor mijn kiezen gekregen. Mm. En daar tot op heden heb ik bepaalde conclusies uitgetrokken. En een van die conclusies is bijvoorbeeld master your mindset. Dus eigenlijk is het niet een les die ik geleerd heb. Die ik eigenlijk, ja, that's all. Wat heb je voor je kiezen gekregen? Kun je daar iets over zeggen? Of? Als je natuurlijk heel je leven voor een bepaalde droom najaagt. Uh-huh. En ik geloof sterk in karma. Dat is een van de redenen. Ik zei net al, alles wat je geeft krijg je terug. Uh-huh.
Als je negativiteit geeft, krijg je negativiteit terug. En in Italië heb ik dat op een vervelende manier moeten leren. En op een vervelende manier als in dat dat op dat moment voor mij heel zwaar was. Mm. En waarbij ik na de hand, toen dat eigenlijk de storm was gaan liggen... mijn vriendin eigenlijk een conflict in haar leven kreeg. Als zij een verkeersongeluk waarbij zij twee rugwervels brak. We waren op dat moment 8 jaar samen. Zij was 14, ik was 15. Dus je kunt je voorstellen dat... Ja, 8 jaar samen? Ja. Vanaf je 8e? Andersom. Zij was 14 en ik was 15. Toen jullie elkaar leren kennen? Ja, toen wij verkering kregen. Toen het officieel werd. Nee, ik dacht dat je toen al 8 jaar verkering had. Nee. Dat zou wel heel... Ja, maar dat was... Weet je, daar heb ik dingen op mijn pad gekregen... waarbij je bepaalde switches moet maken... in je denkpatronen, in je, hoe je omgaat met je ego... hoe je omgaat met je zelfdiscipline... Mm. met wat je mee hebt gekregen van je ouders... wat je wel of niet wil doorbreken. En ik wil bepaalde dingen in mijn leven bereiken. En ik merkte dat sommige dingen in de weg stonden... van datgene wat ik wilde bereiken. Mm. Ja, en daar ben ik wel heel druk mee bezig. Les 2 is wees integer. Laten we ze eens projecteren op jouw horloges. Zijn dure horloges, hè? Nee. Neem me niet kwalijk. Het zijn hele goedkope horloges, hè? Ja. Nee, serieus. Ik maak er een grapje van. Ja. Want duur is een waardeoordeel. Ja. En het zijn kostbare horloges. Het is veel geld. Het zijn waardevolle horloges. Ja, Wat voor prijsrange hebben we het over? Tussen het begint bij €2000. Ja. Tot en met ons topmodel is nu €14.000. Oké. Dus maar eigenlijk, en daarom maakt er ook een beetje een punt van. Ja. wat ik ook belangrijk vind is integriteit is natuurlijk eerlijk. Ja. Ik ben geworpen in een markt, want het was nooit echt actief mijn keuze geweest om een horlogemerk op te starten. Het is me een beetje overkomen. Je liep te sleutelen en je dacht op een gegeven moment, hier ontstaat iets. Het was eigenlijk dus dat project om mijn eigen gevoel te verdoezelen. En nooit mijn intentie geweest om een bedrijf te starten. Want ik wilde accounist worden, althans. Ja, dus om je gevoel te verdoezelen begon je horloges uit elkaar te schroeven en alles. En dacht je, dit is interessant. Ja, nou ja, ik heb mijn eigen horloge gemaakt zonder bijbedoelingen. Ja. Dat was dat project. En op een gegeven moment in Nederland, hier in Amsterdam overigens, vroegen mensen mij tijdens een evenement, Ivo, wat draag jij? Ik zei, heb ik zelf gemaakt, Italië, een hele verhaal verteld. Ja. En die vroegen, wat kost dat dan? En vanaf dat moment was het nooit mijn bedoeling om een bedrijf te beginnen. En toen ben ik maximaal bij gaan lenen van mijn studiefinanciering. Om een bedrijfje op te zetten en horlogekastjes te ontwikkelen. En op een gegeven moment, nu zijn we iets. En hoeveel verkoop je dan nu? We gaan dit jaar denk ik net de 200 horloges per jaar aantikken. Ja. En daar ben ik eigenlijk hartstikke tevreden mee. Ja. Dat is, je kan ervan leven? Ja. En maak je ze nog steeds allemaal zelf? Ja en nee. Laat zeggen, elk horloge ondergaat de Ivo-test, om zo te zeggen. Dus elk onderdeel ontwerp ik. Ik ontwikkel het. Ik heb contact met de mensen die het maken. Dus letterlijk bijvoorbeeld een horlogekast. Een wijzerplaatje, een wijzer, een glas. We maken onze eigen uurwerken. Niet volledig. Dus ik ben geen horloge-uitvinder, om zo te zeggen. Nee. Maar we maken wel onze eigen onderdelen. Dat werken we zelf af. Dus ik controleer alles. En dan hebben we 2 horlogemakers die het in elkaar zetten. Dat gebeurt gewoon in Nederland. Hmm. En die hijg ik in de nek om te kijken of het allemaal goed gaat. En wat betekent wees integer voor jou, zeg maar, in deze les 2? Wat is de kern van die les? Ik heb gemerkt, ik kom uit een heel idyllische wereld. Of idealistische wereld, om zo te zeggen. Accordeon, waarom ga je met je trekzak naar Italië om daar accordeon te studeren? Nou, niet om je zakken te vullen met geld. Nee. Ik ben nu in een markt terechtgekomen waar geld toch wel eigenlijk... voor een heel groot deel van de markt een van de belangrijkste drijfveren is. Ook klantengroep, kan ik me voorstellen. Want het is natuurlijk wel een klantengroep die een horloge kan betalen. Het is natuurlijk ook een kostbaar product. Ja. Dus daar is ook wel geld voor nodig om dat te kopen. Maar aan de andere kant, een horloge van €2000 in onze welvaart, in ons deel van de wereld... kan iedereen die daar de juiste prioriteit voor heeft... zo'n ding in een jaar, anderhalf jaar bij elkaar sparen. Zoals je het ook op vakantie bij elkaar kan sparen. Ja, precies. Mits je de goede prioriteit hebt. Ja, ja. Maar wat ik in die wereld zag, was... mensen die een of andere manier hebben geleerd... dat ze moeten groeien van ten koste van een ander. En dat vind ik een beetje achterhaald. En dat is integriteit voor jou? Hoe lang hebben we? Ja. Niet zo lang als dat jij zou willen. Ja, dus kijk, ik geloof erin dat je dat weet je... dat hoeft niet te kosten van een ander. Ik denk dat Darwinian belief, is een beetje dat de sterkste wint. Ja. Dat is ouderwets. Je kan en commercieel succesvol zijn en alle dingen doen zonder dat het ten koste hoeft te gaan van anderen.
Ja. Je hoeft je niet te verrijken over andermans spullen. Nee, dat echt niet. Nee. Dat is echt. Retail is detail. Ja, gouden ouwe. Ja, ja. Want zit jij ook in de retail? Alleen in de retail. Aha. Ja, ik ben Ivo, kom uit Hengelo. Ik speel Corion, ik maak horloges. Ja. Ik verkoop horloges. Natuurlijk, we verkopen wel horloges. Yeah. Maar voor mij is een verkoop een bezegeling van inspiratie. Dat zijn die kleine, mini tegelwijsheidjes die ik voor mezelf een beetje heb uitgedokterd. En ik vind een gesprek voeren fantastisch met iemand. Ik vertel heel erg graag over de horloges die ik maak. Maar het moment dat het als doel heeft om die 2, 3 of misschien wel 14.000 euro uit zijn zak te lullen, dan haak ik af. Dat vind ik zo extrinsiek, dat doe ik niet. Dus dan laat je een ander over. Laten we zo zeggen, we hebben nu. Het is ook eigenlijk een marketingstrategie. Ja. We hebben juweliers die een netwerk hebben van mensen die sowieso de doelgroep van ons zijn. Ja. Iedereen houdt van een mooi verhaal. En iedereen houdt, tenminste als het mooi uitgevoerd is, van een stukje muziek. Ik laat daar buiten beschouwing of ik daartoe onderval. En de juwelier, die kan gebruik maken van zijn netwerk. En daarmee is de schaalvergroting, zitten nu in 6 landen. En als materiaal gebruiken ze jouw verhaal? Ja, eigenlijk wat, kijk, ik ben heel gepassioneerd om tot in de kleinste details, tot op de honderdste van een millimeter een horloge te maken. Maar wat ik verkoop, is eigenlijk meer mijn verhaal. En wat is de kern van dat verhaal? De kern van het verhaal is, denk ik, dat is wel een heftige vraag, want het gaat bij mij best wel diep eigenlijk, omdat het. De kern van het verhaal was een jongen eigenlijk die ongelukkig was. En dat klinkt een beetje gek. Maar die een weg zocht om daarmee om te gaan. Dat was in eerste instantie een dekmantel. Ook niet positief, bijna obsessief. Mijn vriendin maakte zich en die zei heel erg zorgen om mij dat ik niet me diep in de schulden werkte. Omdat ik alleen maar kocht, onderdelen kocht. En heel langzaam is dat positief geworden. En nu is de kern van het verhaal een 27-jarige jongen die ongelooflijk geniet van een avontuur wat negatief begonnen is. En wat nu, ja, weet je, dat is gewoon. En wat was de oorzaak van dat ongelukkig voelen, zeg maar? Waar zat hem dat in? Het extrinsiek maken van mijn intrinsieke droom. En dat klinkt een beetje gek. Ik wilde mijn hele leven lang accordeonist worden. Maar ik wilde dat niet vanwege het instrument. Ik wilde dat vanwege, en dat is puntje 5, vanwege het delen van energie. Ik vind het fantastisch om te vertellen. En dat kan via een horloge, dat kan via muziek, dat kan via dit gesprek. En de horloge, de accordeonist was mijn middel. Op het conservatorium ben ik dat statisch gaan maken. Ik wilde alleen nog maar de beste zijn. En de beste is altijd tot de relatie van tot een ander. Ja. En ik geloof dat echt succes niet tot de relatie van een ander is, maar in tot relatie met jezelf. En in Italië heb ik dat eigenlijk geleerd, waardoor ik niet zo op mijn plek meer was. Nee, wat lesjes zo op je, voor je 28ste. We gaan naar 4 en dan komen we uiteindelijk weer bij die 5e uit. Maar de 4e is de aanhouder wint. Ja. Ja. Ja, ondanks dat de buitenwereld denkt dat wij met 7 mijlslaarzen de markt bestormen, ja. Gaat het voor mij eigenlijk allemaal heel langzaam. Waar ik heel oké mee ben. En ik heb het hele bedrijf eigenlijk zo ingericht dat ik ontspannen mijn ding kan doen. Wij outsourcen een hoop, onze horlogemakers zijn freelance. We hebben geen vast personeel. We hebben geen vast personeel inderdaad. Dus wij kunnen mee fluctueren met de markt. En dat is iets wat ik misschien ook wel geleerd heb van mijn accordeonfaillissement. Als je het zo kan noemen. Ja. Dat ik ontspannen. Kijk, een groot bedrijf hebben is leuk. Maar een leuke Ivo hebben is nog leuker. En betekent dat je nooit echt een groot bedrijf wil worden? Jawel. Hoe ga je dat dan doen? Dat is ook een van de grootste uitdagingen. Om te zorgen dat, hoe kan ik, niet alleen, want sowieso het is redelijk lastig om, we hebben nu een 30-tal juweliers, om straks bij 300 juweliers, alle juweliers af te gaan, om daar een concert te spelen. Nou, dan word ik wel heel druk. Ja. Maar dat is mijn uitdaging. En dat is. Ja, weet je, dat vind ik fantastisch om te werken en om aan te werken. En je ziet nu al dat langzaam het merk krijgt meer waarde. Kijk, ik klinkt misschien gek, maar ik weet dat ik wel waarde heb. Dat klinkt een beetje alsof ik. Ik weet dat ik een accordeonstuk kan spelen. Ik weet dat ik mensen kan raken. Dat is een van de dingen waarvan ik durf te zeggen dat ik daar goed in ben. Voor andere dingen vind ik dat een beetje lastig. Maar dat merk, Stout, wat natuurlijk gewoon geleerd is aan mijn achternaam, dat krijgt op een gegeven moment lading. En dan creëer je uiteindelijk iets wat groter is dan alleen maar de jongen met zijn trekzak. Ja, de jongen met zijn trekzak. Ja. Wie zijn de belangrijke mensen om jou heen waar jij op reflecteert, waar je van leert, waar je naar luistert? Ja,
ja. dingen tegenaan houdt. Ja, heel cliché, dat is mijn vriendin. Ja. Dat is, wij zijn nu 12 jaar samen. En we zijn samen opgegroeid. Zij heeft mij leren kennen in een tijd dat ik alleen nog maar cronist wilde worden. Ze is onderhand uitgegroeid tot de beste first lady die ik mij ooit zou kunnen voorstellen. En iemand die ook met dezelfde vraagstukken bezig is als ik. Die heeft natuurlijk, ik vertelde over dat ongeluk, een hoop meegemaakt. Dat hebben we samen gedaan. Dat is eigenlijk voor mij als mens. En zakelijk heb ik, ja, ik heb mijn compagnon bijvoorbeeld. Dat is de voormalig president van Cartier, Ebel, Montblanc, Piaget, wereldwijd geweest. Dus die man die heeft een netwerk. Nou, daar kan ik niet tegenaan spelen met mijn compagnon. Alhoewel, ik kom heel eind. Mm. Dus ik heb genoeg mensen om me heen waarbij ik me kan spiegelen. Waarbij ik mijn soms naïeve, misschien wel jonge honds ideeën over die markt kan levelen. En tot een resultaat wat iets genuanceerder is. Wie wil je graag dat jouw horloge dragen? Wij hebben een marketingcampagne en dat is een heel groot schaap wat je heel dom aankijkt in de camera. En er staat heel goed boven, ben je klaar om de kudde te verlaten? Als mensen dat leuk vinden, moeten ze maar eens kijken in de Quartz 500, daar staat hij ook in. En ja, vandaar mijn vraag. En dat is het idee, een horloge is eigenlijk zo groot deel geworden van een statussymbool. En dat is ook wel een beetje de natuur, want vroeger was het ook zo, ik heb meer spieren dan jou, dus als wij gaan vechten met elkaar, dan win ik waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat bedoel ik nu niet letterlijk tussen ons. Nee, maar dat... achterkant. Voor mij is een horloge een sieraad en het is een reflectie van de identiteit, maar niet het fundament van de identiteit. En dat is het, denk ik, een heel groot verschil, dat ik steeds meer mensen een horloge zie dragen, dat het fundament is geworden van wie zij zijn. Mm. En wat gebeurt er als je dat horloge weghaalt? Mm-hmm. Dan blijft er een beetje als een hond met heel veel haar. Dan blijft er, als dat uit water komt, dan blijft er een schaminkelig hondje over. Mm-hmm. En wij zijn voor mensen die als een grote vier hond uit het water komen en daarna weer hun haren uitslaan en een horloge dragen als een reflectie. Gebruik jij een aantal klanten die daar perfect in passen en die een zekere bekendheid hebben om een beetje de ambassador te zijn van jouw horloges? Die zijn er wel, maar die gebruik ik niet. Nee. Want ik geloof dat zulke soort dingen natuurlijk moeten gaan. Ah. Maar die zijn er wel, ja. En die zijn ook wel ook regelmatig op televisie. Oh ja? Wie zijn het dan? Wie dragen jou? Dat kan ik weer niet zeggen. Waarom niet? Maar dat kan toch zien? Nou, dat is toch geen geheim? Ja, je kunt het zien. Maar wie is nou iemand die met plezier... Voor de oplettende kijker. Ja? Nou, heel eerlijk, die meneer die heeft een horloge gekocht. Ja? En die heeft mij eigenlijk specifiek gevraagd van... Ivo, ik vind jouw verhaal fantastisch. Ja? Ik vind je product fantastisch. Mm. Maar ik ben niet iemand waarvan de hele wereld hoeft te weten... dat ik dergelijke bedragen uitgeef aan een horloge. En we hebben het publieke omroep, zeker? Nee, nog niet eens. Okay. Hij zit wel veel bij de publieke omroepen. Nu wordt het wel heel spannend, hè? Boeit ook niet. Als het maar een mooi mens is. Maar dat is goed, want het boeit inderdaad ook niet. Dat vind ik ook namelijk. Ja. Alles is energie, zei je tot slot. Ja. Leg uit. Alles is energie en dat is eigenlijk ook een beetje... dat klinkt misschien gek, mijn marketingmotto. Ja. Voor mij is een merk bouwen het bundelen van energie. Ik vergelijk het altijd met bijvoorbeeld jouw eigen vriendengroep. Als het goed is, krijg je stuk voor stuk van die vrienden, krijg jij energie. Want anders zou je ze van je afduwen. Of het algemeen, mensen die langer in jouw inner of second circle zijn, die hebben een buffer opgebouwd. En als ze dan even wat energie kosten, dan denk ik van, nou, ik vind het oké. Maar op het moment ga je afstand van ze nemen. En dat is die energie die je voelt. En iedereen voelt dat. En zo werkt het ook met een merk. Alles is energie. Alleen daar kun ik al best wel lang over lullen. Mijn moeder zei sowieso altijd, Ivo lul drie kwartier en een half uur. Uh-huh. Ja, dat zei mijn moeder ook. Ja. Ik heb er mijn werk maar van gemaakt. Ik ook min of meer. Ja. Maar dat is voor mij... Dat is het idee achter een horloge is... Ik heb me lang afgevraagd waarom die mensen mijn horloge in het begin wilden kopen. Mm. En op een gegeven moment... heb ik voor mezelf een soort van ontdekt... dat op een of andere manier met die bloed, zweet en tranen... die ik in dat ding heb gestopt... iets van die energie... en dat kwam natuurlijk door dat ik er zelf over vertelde... in dat ding is gaan zitten. In dat statische ding werd opeens meer dan statisch... en werd een soort van... mensen kregen er energie van. En ik denk dat een soort van hele korte bullet point samenvatting is... van wat ik daarmee bedoel. En tot slot, hè, als jij... je bent nu 27? 27. Denk je ver vooruit? In de zin van waar sta ik over? Soms wel te ver, ja. Ja? Hoe ver heb je al vooruit gedacht? Heel ver. Ja? Maar neem het tot slot eens heel even mee waar je dan belandt. Nou ja, ik klink misschien en gek, wat je maar... dan doet? Nou ja, ik klink misschien gek, maar ik weet dat... ik ben nu heel erg bezig met de functionele... of de praktische zaak van het bedrijf opbouwen. Dat vind ik fantastisch. Ik zie mijn bedrijf als een muziekstuk. Daar werk je aan en dat wordt beter en beter. En super. Ja. Dat vind ik super. Maar ik weet ook dat...
als wij zo doorgaan, dan komt er een moment dat... weet je, ik ben ook wel een man van de projecten. En dat ik van dat praktische deel een stukje afscheid kan nemen. Dan kan ik alleen nog maar dingen doen die ik fantastisch vind. Zoals acryl spelen, horloges ontwikkelen, verhalen vertellen. Ik geef lezingen, dat hoop ik dat er wat meer wordt. Mm. En ik denk dat dat een grote deel wordt van wat ik ben en wat ik doe. Mm. Ja, weet je, en ik heb ook al, ja, weet je, ik denk wel veel. Ik vind het eigenlijk altijd lastig, want zulke soort dingen hou ik best wel voor mezelf graag eigenlijk. Ah ja? Ja, dat klinkt een beetje gek, ik praat er eigenlijk nooit over. Het klinkt een beetje gek, maar dat is mijn pad of zo, weet je. Het voelt alsof dat ook een waarheid is en dat het ook gaat gebeuren. En ik hoop te denken dat, of ik denk te hopen, of andersom, ik weet het niet meer. Je hoopt dat het pad de waarheid gaat worden. Ja, ja. Ga je volgen op dat pad. Eens kijken waar het naartoe gaat. Dank je wel. En ik wens je er heel veel plezier mee. Dank je wel. En dank je wel voor het delen van dit verhaal. Dank je wel. En dank je wel jullie voor het kijken naar weer een mooi ondernemersverhaal. Met wel meer dan 5 lessen, denk ik. Dank je voor het kijken. Hoi.